En hier aan tafel kunstenaar Erik Kerkels, oud-Kamerlid Moes van Amhuis, maar ook Teun Heldens, de jongste burgemeester van Nederland. U heeft de tip van Wilma Delis gehoord. Wat vond u ervan? Nou, ik denk een goede tip en ook een veelgehoorde tip. Kijk, ik ben natuurlijk heel lang bezig geweest met voorbereidingen, met een oriëntatie op het burgemeestersambt. En eigenlijk alle burgemeesters die gesproken hebben, die zeiden: ga je niet anders voordoen dan je bent. Ja. Ben jezelf, ben authentiek, schrijf een brief, zet er passie in, ga dat gesprek aan, laat zien wie je bent en hoe jij iets wilt gaan doen op jouw manier. Ja. En dat is een goede tip geweest. Ja. U heeft pak een beet de burgemeester, 12, hoeveel jaar? Bijna 15 jaar geloof ik, gecontroleerd, hè? 9,5 jaar als gemeenteraadslid en nog een goede 2-3 jaar ook als commissielid actief geweest in de gemeente. Dus we kennen elkaar echt al heel erg lang. Van binnen en van buiten. En heeft de burgemeester wel eens gezegd: goh, Teun, dat burgemeesterschap is ook iets voor jou? Ik ga niet citeren uit vertrouwelijke gesprekken met de burgemeester. Je bent echt al een burgemeester eigenlijk. Ja, sommige gesprekken die heb je met elkaar en die zijn ook voor elkaar. En, heb je wel eens last gehad in het verleden van de dingen die je aan tafel hebt gezegd? Nee, daarom geef ik dus nu ook antwoord op zo'n vraag. Dan krijg je er ook nooit last van. Ja, maar Teun, je bent altijd iemand die nadrukkelijk zijn mening geeft. Nu ben je 30 jaar. Ja. De jongste burgemeester van Nederland. Ik ben het nog niet, hè? Je bent het nog niet, want wat moet er nog gebeuren in de praktijk? Nou, ik ben voorgedragen door de gemeenteraad van Heeselende. Ja. Om een nieuwe burgemeester te worden per 1 februari. Ja. Op dit moment loopt er een screeningsprocedure. Dan moet je denken aan AIVD of Belastingdienst. Dingen die ze gemist hebben, of gemist zouden kunnen hebben. Ik hoop niet dat ze iets gemist hebben. Niet mis met je bedrijf? Even... Nee, helemaal niet. Oh, nee. Ze mogen komen kijken, krijgen ze koffie. Ja. Nee, ik moet nog op bezoek bij de minister van Binnenlandse Zaken. Dan krijg je dan een gesprekje. Die maakt de papierwerk in orde voor de koning. Ja. De koning tekent het koninklijk besluit. En vervolgens leg ik de verklaring en de belofte af op 1 februari. Ja. Je stond al in het Brabants Dagblad, hè? Want straks dan zijn we je kwijt. Mm-hmm. Ik geloof niet dat de gemeente waar je nu burgemeester van wordt zo'n goede lokale omroep heeft. Of overdrijf ik nu? Ik heb het nog niet kunnen beoordelen. Dus nodig mij volgend jaar uit en dan kunnen we vergelijken. Je stond wel in het Brabants Dagblad. Daar werd je ook geciteerd. Je bent super blij dat je mag beginnen aan een nieuwe uitdaging. Is het nu iets wat je altijd in je achterhoofd had? Want ik heb je vaker geïnterviewd, maar ik heb nooit die wens van jou gehoord dat je burgemeester wilde worden. Of is dat iets wat dan op je pad komt? Ja, dat is een goeie. Het is wel altijd iets van een droom geweest. Iets wat ver weg als een stip op de horizon stond, als optie. En niet als het moet per se, want dan lukt het je dus niet. Nee. Ja, en dan komt iets voorbij en dan besluit je je erin te verdiepen. Dan gaat het kriebelen. Ik heb me heel erg verdiept in het ambt. En wat ook heel mooi was, dat een jaar of 2 terug mocht ik voorzitter zijn van de vertrouwenscommissie die de aanbeveling heeft gedaan voor een herbenoeming van burgemeester Delissen. Ja. En dan ga je je enorm verdiepen in het ambt. Ja, en toen ging het nog veel meer kriebelen. Dus toen ben ik eens op gesprek gegaan bij de commissaris van de Koning. Met de kabinetchef gaan praten, met andere burgemeesters gaan praten. Ja, dus gaan lezen, boeken lezen. Ik wist natuurlijk al een heel stuk wat het inhield. Maar ook die intieme gesprekken met burgemeesters die zeggen van hoe werkt dat nou in de praktijk. Ja, zorgde eigenlijk alleen maar meer ervoor dat ik dacht, ja, dit is echt mijn droom. En die hou je voor jezelf, die zet je niet in de krant. Want ook zo'n procedure, daar ligt 75 jaar geheimhouding op. De enige die iets mag zeggen erover is de kandidaat zelf. Maar daar hebben 25 mensen geschreven en 24 mensen zullen dus 75 jaar anoniem blijven. Ja. En dat is ook ter bescherming, want mensen zijn misschien nog ergens gemeenteraadslid of ergens wethouder of ergens huisarts, kan ook. Mensen zijn Tweede Kamerlid. Je wilt niet dat dat in de krant staat. Ja. Dus daar loop je niet mee te koop. Je geeft zelf al aan gemeenteraadslid, fractievoorzitter, statenlid. Op een gegeven moment heb je het ambt overgenomen van iemand die ziek is, wethouder. En van daaruit de stap naar burgemeester. Ja, het gaat wel in een stroomversnelling nu, hè? Ja, en dat is ook de opmerking die ik veel krijg. Maar mijn brief om burgemeester te worden had ik in juli al op de post gedaan. Dus op het moment dat ik gebeld werd... wil je 16 weken een zieke collega komen waarnemen, liep die procedure al. Ja, ja. Dus ik heb het eigenlijk nog gedaan vanuit het moment dat ik gemeenteraadslid was. Ja. Mijn ambities op papier gezet, een brief verstuurd. Toen kwam dit op mijn pad. Heb ik ook gewoon eerlijk gezegd, jongens, voor mij ligt er geheimhouding op voor de buitenwereld. Maar ik vind dat jullie dit moeten weten. 16 weken kan ik garanderen, maar er loopt wel iets. Ja. En dat is mijn droom. Maar wat is de vervelendste vraag die ik je de afgelopen jaren gesteld heb? Oh, het zijn er zoveel. Misschien deze wel. Nee, het komt niet direct iets in me op. Volgens mij valt het wel mee. Pascal. Er komt er eentje bij, denk ik. Is het nu de laatste gemeente? Want ik kan me voorstellen, je bent 30 jaar. Je bent ambitieus. Je bent al stappen vooruit aan het denken. Je zal misschien niet alles prijsgeven. Dan is deze gemeente toch niet jouw eindstation? Nou, twee dingen. Ik ben nog niet begonnen. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een impertinente vraag. Maar wat je sowieso niet doet, je wordt voorgedragen voor 6 jaar... is in die eerste 6 jaar al rond gaan kijken naar iets leukers, iets mooiers, meer carrière. Dat doe je niet. Dat vind ik oprecht. Er kunnen altijd dingen zijn in het leven waardoor, die je niet kunt voorzien, maar je doet dat niet. Nee. Het betekent heel wat voor een gemeente om een burgemeester te wisselen. Het is een enorme eer om het te mogen doen. En ik ben inderdaad 30 en ik zou tot 70 jaar burgemeester mogen zijn. Ja. Ik denk dat het niet waarschijnlijk is dat ik tot mijn 70ste burgemeester ga zijn. En er zijn ook andere dingen in het leven belangrijk. En, dat is dus ook een heel ongebruikelijke stap. Want ik ga nu eigenlijk, neem ik een andere afslag naar een ambt wat boven de partijen staat. Wat geen eigen politiek bedrijft. Ja, dat gebeurt nooit, hè? Van burgemeester toch? Ja, misschien wel. Zelden. Ivo Opstelten heeft gedaan, burgemeester van Rotterdam. Daarna minister van Veiligheid en Justitie. Ja. Maar het komt weinig voor en ik heb die ambitie ook niet. Ik heb gewoon heel veel zin om eraan de slag te gaan. De huidige burgemeester heeft 18 jaar gezeten. Zegt, het is een prachtige gemeente. We zullen het zien, Pascal. Het voelt als een warm bad. Ja, geef jezelf aan in het Brabants Dagblad. Maar je zegt ook iets waar ik toch even op door wil gaan. Je zegt, ik wil niet de jongste zijn. Ja, je bent de jongste. Maar je wilt vooral ook dat mensen liever straks zeggen, ik ben de beste of de leukste. Nou, de beste, daar zijn de meningen natuurlijk verdeeld over. Maar ik ben vooral geïnteresseerd, hoe word je de leukste? Ja, is natuurlijk een beetje uit zijn verband getrokken quote in de krant. En dat zie je wel vaak. Zijn die journalisten weer? Nou ja, ik ben niet van het kaliber die daar de hele tijd op af gaat geven. Maar wat ik gepoogd heb te zeggen is van, nou, ik hoop niet bekend te staan de hele tijd aan, hé, daar heb je de jongste burgemeester. Ik ben blij dat het geen overweging is geweest, want ze kwamen er daarna pas achter dat ze de jongste hadden voorgedragen. Dus dat vind ik fijn dat dat geen overweging is. Ja. Maar ik heb liever dat, als ik dadelijk eens een paar maanden in de gang ben, dat ze zeggen van, we hebben echt een goede burgemeester. Of we hebben een leuke burgemeester die geïnteresseerd is in ons, die zich laat zien. Waar we een speciale dag mee gehad hebben toen we 50 jaar getrouwd waren. Ik heb veel liever dat ze het daarover hebben. En ik ben er ook van overtuigd, want ik heb dat altijd gehoord. Ja, de jongste raadslid, het jongste statenlid, het jongste de wethouder, het jongste dit, dat. En na een paar weken hebben ze het er niet meer over, want dan weten ze wie ik ben. En dat is wat ik heb willen zeggen. Ja. En dat is ook het beeld wat ik hopelijk heb afgegeven bij de vertrouwenscommissie, die mij ook heeft voorgedragen voor dit mooie ambt. Iemand die al wat langer meegaat, dat is natuurlijk Moes van Amhuis. Hoe moeten we jou introduceren? Nou, ik begin allereerst te zeggen, je was ooit 4 keer Nederlands kampioen taekwondo. Laat ik daarmee beginnen. Ver terug in de tijd gegaan. Ik ben heel ver terug in de tijd. Voorzitter. Zo'n grote computer thuis staan, weet je wel, zo'n 1 meter diep. Ja. Ja, in die tijd. En nu voorzitter van, ook van Bevo. We krijgen net te horen dat Dario Polman ermee stopt. We gaan toch niet volgend jaar een soort Ajax-achtig begin van het seizoen meemaken, hoop ik. Nee. Maar goed, daar hebben we het straks over. Gemeenteraadslid ooit geweest. Belangrijke rol gespeeld destijds bij de moskeebrand. Een verbindende rol. Vanaf 2016 tot dit jaar eigenlijk. Kamerlid geweest bij het CDA. Ja, dan denk ik, 20 jaar bij ASML gewerkt. Ook. Ook nog eens een keer. Ja, wat ga je dan daarna doen? Ik zit hier naast de jongste burgemeester. Zometeen zat de burgemeester op jouw stoel, Moestapha. Meteen komt bij mij de vraag op. Ik heb die vraag ook gesteld bij de uitslagenavond in Den Haag. Maar toen was iedereen een vrij depressieve stemming bij het CDA. Ik was toch niet zo echt depressief? Nee, maar jij dacht, ik ben er net op tijd vertrokken, dacht jij? Nou, nee, dat ook niet. Maar ik ben niet zo snel depressief. Nee. Maar toen heb ik wel de vraag voorzichtig gesteld, dat is nooit uitgezonden. Is dat wat, burgemeester? Ik denk, de vraag die je daarvoor stelde, wat ga ik nu doen, dat een terechte, oprechte vraag is. Ja. En wat je net voorlas, wat ik gedaan heb, geeft ook direct een beetje het dilemma of de uitdaging aan. Ik kom uit het bedrijfsleven voordat ik de politiek echt inging naar de Tweede Kamer. 20 jaar bedrijfsleven bij ASML. Ja. gemeenteraadslid, 8 jaar Tweede Kamerlid. Dus ja. Openbaar bestuur zou ook een richting kunnen zijn. Ja. En dan heb je nog altijd ook functies waar het publieke en private belang... dus het bedrijfsleven en de overheid bij elkaar komen. Dus die zoektocht die ben ik nu af en tasten in de komende 2 maanden. Die was je 2 maanden geleden ook al af en tasten? Nee, want dan zit je er nog echt volop in de flow. Ik heb in augustus aangegeven dat ik niet verder wil, dus ook niet op de lijst. Nee. Dan ben je nog gewoon Kamerlid. En er was nog een mooie, woelige tijd in die periode. Ja. Dus daar speelt heel veel. Dan staat je hoofd niet echt na van wat ga ik doen. En natuurlijk ben je, als je in een auto zit, ben je wel eens over dingen nadenken. Maar dat je echt even afstand kunt nemen... Ja. Welke richting ga op, dat ga ik nu echt oprecht ook nu aftasten. Is het ook zo, als je echt wel interesse had... misschien kan Teun dat beamen... dan ga je dat ook niet hier aan tafel zeggen waarschijnlijk. Nee, maar ik leg wel in de andere kant alles open. Dus je zegt geen nee? Dus... Je zegt geen nee, maar je gaat het wel aftasten. Openbaar bestuur, dat kan heel mooi zijn. Zo ook terug in het bedrijfsleven in een bepaalde rol... of publiek-privaat bezig zijn, kan ook een mooie rol. En dat vind ik veel belangrijker dan alleen maar springen naar een functie... Mm-hmm. Ik ben nu 53, ik heb heel veel energie. Als het kabinet niet was gevallen, was ik nog 2 jaar volop doorgaan in Den Haag. Mm. Waar ga ik mijn energie in stoppen en waar haal ik ook een stukje levensvreugde uit? Ja. Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Zeker toch ook wel het politieke jaar eigenlijk. Een heel woelig jaar waar we toch met z'n allen een beetje op drift zijn geraakt. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en de wereld. De burgemeester noemde het. Er gebeurt heel veel en die impact... wat aan de andere kant van de wereld gebeurt, die merk je ook direct hier ook in Nederland. Mm-hmm. Misschien altijd op een indirecte wijze. Dus ik vond het heel fijn, de toespraak van de Koning afgelopen keer. We hebben geen tweede Nederland, maar we hebben één Nederland en dat maken wij samen. Dat zijn wij. Mm-hmm. Dat vind ik een hele belangrijke boodschap. Mm-hmm. Je kunt altijd mokken en mopperen, dat mag. Een beetje mopperen, je mag niet klagen vind ik, maar wel een beetje mopperen, want dat lucht een beetje op. Maar uiteindelijk zijn we zelf aan de bak om van Nederland nog steeds een mooi land te maken. En ook rekening houden met mensen die niet mee kunnen. Een stuk solidariteit is denk ik heel belangrijk. Ja. Maar uiteindelijk, als je kijkt, ik ben als Kamerlid heel veel plekken in de wereld geweest. In Afrika, in Azië, in Zuid-Amerika. En als je terugkomt naar Nederland, ja. Nederland is een heel aangeharkt land. De arts staat tegenover mij. Als je in de zorg, mopperen we ook af en toe. Maar de zorg is echt wel goed geregeld in Nederland. Dus in die kant mogen we tevreden zijn, maar we mogen niet genoegzaam zijn. Ja, ik weet dat na de uitslagenavond, of tijdens de uitslagenavond, je tegen me zei van... Nou, ik maak misschien meer zorgen over dat de PVV de grootste is dan het CDA gedaald is. Denk je daar nog zo over? Ik maak me wel zorgen dat het CDA zo gedaald is. Ik denk dat, meen ik oprecht, de middenpartijen in de breedte belangrijk zijn voor Nederland als coalitieland. Dat de PVV gewonnen heeft, dat is democratie. Dat blijft. En ik maak me wel zorgen. In die zin gaan we wel inderdaad over een paar maanden wel een regering krijgen in dit mooie land, zei ik even. En blijven we elkaar ook wel vasthouden. Ondanks dat je meningen mag verschillen. We zoeken altijd op wat ons bindt. Maar je moet ook ruimte bieden voor een andere mening. Naast mijn mening bestaan er ook mensen die daar iets anders naar hun eigen waarheid kijken. Maar toch heb ik de indruk, toen ik bij het CDA daar rondliep in Den Haag... dat heel veel mensen echt wel geschokt waren, hoor. Niet alleen bij het CDA. Ik denk dat iedereen even een beetje in de politiek dit niet verwacht had. Nee. Dus, 34 zetels, meen ik? 37 zetels. Ja. 34, 37. Bij de VVD schrokken ze ook toen de borrel dus kwam, dat is natuurlijk wel... had niemand verwacht. Nee, bij de VVD schrokken ze ook? Ik was erbij in Den Haag. Ja, dat was ook een flinke schok in de zaal. Ja. Maar aan de andere kant... mensen hebben dat niet verwacht. En toch waren er dan ook weer mensen die zeggen... Nou, ja, nee, ik heb dat al lang aan zien komen. Ja, dat heb je toch altijd. Dat is toch de dag van ieders gelijk. Belangrijk is wel de PVV en Wilders heeft gewoon gewonnen. Dat is een realiteit, dat is een constatering. Ja. Maar met die winst komt ook een hele zware verantwoordelijkheid. Wat ik net zei, hoe ga je Nederland op een goede manier besturen voor alle Nederlanders? Bovendien, 1 op de 3 mensen hier, ook uit de regio, hebben de PVV gestemd. Dus ik kan me ook voorstellen dat je hier, als je hier een mening over geeft... je denkt, ja, maar ik beledig misschien 1 op de 3 mensen hier in de regio. Wat denk je dat hier de hoofdreden is, Teun, dat ze daarop stemmen? Moet je die mensen zelf vragen, daar kan ik niet voor zingen. Heb je daar niet over nagedacht? Tuurlijk wel, maar ik ga er niet op speculeren. Nee. Dan moet je de mensen zelf vragen. Ja. Moet je misschien moet je eens wat mensen aan tafel zetten die PVV stemmen... gewoon om eens te vragen van waarom doen ze dat. Want kennelijk hebben we het heel veel over mensen hier... Ja. En dan krijgen we zo'n extreme verschuiving. Ja. Misschien is dat wel een signaal dat we ook dingen anders moeten gaan organiseren in dit land. Omdat we mensen missen. Ja, wat denk jij, Mustafa? Wat is de hoofdreden? Of heb je daar ook... Nee, kijk dat de PVV zo groot is geworden. Als je even een beetje afstand neemt... in die laatste anderhalve week voor de verkiezingen... gingen heel veel zetels op en neer. Die hadden net zo goed bij Omtzigt terecht kunnen komen... Ja. En die zijn uiteindelijk geland bij Wilders. Of bij de BBB nog een beetje. Of bij de VVD, die ook nog in de race was. Dus dat is het moeilijke, voorspelbare eraan. Ja. Aan de andere kant denk ik ook dat behoorlijk wat kiezers... hebben gezegd, we zijn nu al een beetje klaar met dit kabinet. Mm. Dat speelde al vaker. Daar liggen veel problemen die niet opgelost worden. Ja. Dus dan is er ook ruimte voor, zeg ik even, een proteststem. En iemand de ruimte geven of iets gunnen van, ja, nou moet het dan maar anders. Ja. In het verleden had je de SP vaak als protestpartij. Forum is opgekomen, is weggegaan. De BBB... Ook dit jaar de grootste winnaar bij de provinciale verkiezingen... en de grootste in de Eerste Kamer zijn niet zo groot geworden als ze eerst dachten. Dus... Er klopte niks van die peilingen, hè? Dus we zijn een beetje op dreef met z'n allen. Maar uiteindelijk moeten we vooruitkijken. Ook Wilders doet dat, denk ik. Hè. Die heeft ook gezegd, een aantal zaken die parkeer ik, maar we moeten vooruit. Dus ik hoop dat hij zich daar aan houdt. En dat we uiteindelijk, Nederland is een coalitieland... dat we dit mooie land wel overeind houden. Ja. Gaan we naar Erik Kerkels. Want vorig jaar rond deze tijd, dat was een beetje een zwarte bladzijde. Ik meen 9 of 7 december? 7 december. 7 december. Het feestje. Leg me even uit, wat gebeurde er? Niet te lang over praten. Want... Nee, daar moeten we niet te lang over praten, want 2023 was veel interessanter. Ja. Nee, 7 december hebben ze mijn hele atelier leeggehaald. Alle bronswerken, alle materialen, alle gereedschappen, alles was weg. Ik stond dus letterlijk en figuurlijk helemaal op nul. En dan maak je een doorstart en die is fantastisch geweest. Ja, want ik vind dat we hier aan tafel hebben gezeten met een van je zonen. Mark maakte zich heel erg zorgen over jou. Een crowdfundingactie is georganiseerd om jou weer materiaal te geven... dat je weer aan de slag kon gaan, want die zagen pap er niet blij bij zitten. Nee. En het heeft uiteindelijk wel ertoe geleid dat je niet een klein beetje een stap hebt gemaakt... of een stijgende lijn is ingezet, maar dat het echt razend goed is gegaan. Ja, het is waanzinnig. Het is, wat nu op dit moment allemaal gebeurt, dat is waanzinnig. Het is mijn jubileumjaar. We hebben een documentaire... gemaakt door Ton Mian uit Balo. Die doet het ontzettend goed in de hele kunstwereld. De reacties die op dit moment binnenlopen, die zijn waanzinnig. Je wordt gevraagd voor tentoonstellen wat ik nog nooit eerder had kunnen bedenken. Je staat op de miljonairsfeer in Hasselt. Je krijgt de tentoonstelling in Hilversum. En dan weet je niet waar dat vandaan komt. Op een gegeven moment... Ja, ik ben dan 40 jaar bezig. Het is een begin. Ik heb nog een contract voor 25 jaar, zeg ik altijd maar. En... Ja, passie, energie is nodig, zeg maar, om weer door te kunnen gaan. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, op dit moment gaat het ontzettend goed. En dan bedoel ik niet goed met de verkopen. Daar heb ik ook niet over te klagen. Maar de ontwikkeling waar ik altijd op inzet, die vind ik fantastisch. En dat zorgt er gewoon voor dat heel veel galerieën reageren. Ja. En dat is heel bijzonder. Zeker waar reageer je het meest op? Want je maakt glaswerk, je maakt bronzen beelden... van stieren, van engelen, schilderijen, expressieve schilderijen. Inderdaad. Waar reageren ze het meest op? Op alles. Dat is het mooie eraan, omdat het zo'n ontzettend goede combinatie is. De energie wat het werk uitstraalt. Hè. Het is aan de ene kant elegant, aan de andere kant is het heel krachtig. En dat pakt het ontzettend goed bij elkaar. En die verbinding wat het met elkaar vindt, dat is waanzinnig goed ontvangen. Ja. En uiteraard op een gegeven moment na de inbraak, dan ga je werken in je atelier. Want je ontwikkeling is eigenlijk het interessantste, vind ik. Natuurlijk moet je verkopen doen, anders kun je niet laten gieten. Maar het is, die ontwikkeling die gaat op dit moment ontzettend goed. Mm-hmm. Ik heb nog zoveel energie, daar liggen nu nog weer 30, 40 dingen... waar ik zo meteen weer aan zou kunnen gaan beginnen... Mm-hmm. Maar we moeten natuurlijk eerst gaan toosten en dan gaan we de volgende dag weer met veel energie verder. Ja, met veel energie verder. Gaat het nu beter dan voor die tijd eigenlijk? Of heb je gewoon een nieuwe soort energie aangeboren? Het is ook heel veel loslaten. Het is ook heel veel loslaten, want je staat letterlijk en figuurlijk op nul. Je hebt, in principe heb je alles achter je gelaten. En dan maak je een doorstart. En die doorstart is zo nieuw... dat je het hele verleden kunt loslaten. En de vrijheid pakt, want dat moet je dan toch doen... om nieuwe dingen te ontwikkelen. Ja. Nieuwe openstaan voor alles wat om je heen gebeurt. En dat is Dat is heerlijk. Nou is bij kunstenaars vaak het geval dat ze ergens door geïnspireerd zijn door een expressieve kunstenaar, weet ik veel, in de modernistische tijd of wat is het, Cobra-groep. Welke kunstenaar heeft jou het meest geïnspireerd? Ja, dat kun je eigenlijk niet op één kunstenaar zetten. Er zijn bepaalde stromingen in de kunst die mij echt raken. En ik heb 7 jaar kunstgeschiedenis gestudeerd. En naar aanleiding van die jaren dat ik daarmee bezig ben geweest, ben ik de hele tijd blijven hangen in de klassieke oudheid. Maar dat kun je ook zien in het werk. Ja. Zuid-Europese landen die spreken mij ontzettend aan. En de renaissanceperiode, barok periode, die blijven mij continu prikkelen. Ja. Maar dan blijf je in de Italiaanse sferen van Brancusi. Maar ik heb ook andere kunstenaars die mij prikkelen. Maar het leuke is, als je wat ouder wordt, dan wordt je zelf geschiedenis. En daar begin ik nu deel van uit te maken. Ja. Zitten we dan hier aan tafel met Barlo heeft Tajiri en wij hebben daar de Kerkels hier? Zou zomaar kunnen. Ja. Heb je een schilderij van Erik of een ander beeld? Nee. Ah, dat kan altijd nog gebeuren. Ook niet. Dat kan altijd nog gebeuren. Zijn kunstwerken staan in elk werelddeel, als ik me niet vergis? Correct, correct. Van Australië, Amerika, Rusland. Ja. Alle kanten gaat het op. Op dit moment heb ik een mooie tentoonstelling in Malaga. Daar gaan een paar mooie werken naartoe, schilderijen. Ja. Ja, dus daar kunnen we samen op bezoek gaan. Dat moet kunnen. Nee, maar het gaat wat dat betreft ontzettend goed. Ik ben heel tevreden hoe het werk ontvangen wordt in de kunstwereld. En, maar terugkomend op je opmerking, als jij letterlijk je grenzen achter gaat laten, dan gaan er heel veel deuren open. En als er een deur open gaat, dan kom je hele nieuwe dingen tegen. Ja. Als de grenzen open gaan, dan gaat er een wereld open. Ja, het is misschien een rare overgang, dankjewel Erik. Maar moesten we voor Bevo even naar de toekomst kijken. Hoe gaat het eruit zien? Ja, maar ik vind het geen rare overgang, hoor. Ik vind het prachtig, het verhaal van Erik. Ook daar een stuk veerkracht en talent. Als je ziet wat wij in Peel en Maas, en daar maak ik het bruggetje dan naar Bevo toe. Mm-hmm. We hebben zoveel mooie dingen in Peel en Maas. Hè, en dat Erik zegt, ik ben met 0 weer, moet ik weer dingen op gaan bouwen. Ja, dat hebben wij vorig jaar moeten doen. Vorig jaar was een slecht jaar voor Bevo. Heb ik het over de Heren 1. En Heren 1 is echt niet, hè, is 1 van de 23 teams. Mm-hmm. Maar bij Bevo is meer dan handbal, zeggen wij altijd. En wij proberen, hè, in onze missie, zeg ik even, energie en talent te koppelen. Mm-hmm. Als je ziet, en ik had het met Teun erover, we hebben het G-team met ruim 20 mensen die elke week worden aan het sporten. Door een team van begeleiders, en dat vind ik veel mooier. Dat team begeleiders, die hebben handbalaffiniteit, maar die komen ook uit de zorg. Mm. Ja, die doen dat op een prachtige manier. En die gaan dit jaar, sorry, niet dit jaar, maar na de jaarwisseling, dus na vanavond in 2024... Mm. Gaan ze voor de eerste keer naar de Special Olympics in Tilburg. Mm. En als ik zie hoeveel plezier en enthousiasme dat binnen de club voor iedereen bijdraagt, ja, daar doen we het ook voor. Yeah. Dus, ja, precies. Teun, tot slot. Even een vraag. Kijk, we blijven je op de voet volgen. Dat doen we bij Roland van Kessel ook. Alleen, ja goed, het contact wordt natuurlijk wat minder. Laten we dan afsluiten met wat ga je het meeste missen in deze regio? In Peel en Maas, in deze regio, waar je al die tijd gemeenteraadslid bent geweest. Je eigen bedrijfje blijft gewoon, dat kan niet meer doorgaan nu, denk ik, hè? Nee, daar ben ik al een tijdje aan het afbouwen om het vervolgens of te saneren of over te dragen. Ja. Natuurlijk nog langjarige verplichting met garantie en zo. Maar dat komt allemaal goed. Dat zijn allemaal kleinigheden. Ja, wat ik altijd het moeilijkste vond in mijn hoofd is... kijk, je hebt natuurlijk 10 jaar hier overal rondgereden. Je kent bij wijze van spreken elk straatje, elk verhaal achter elke sporthal, elk pand. Overal waar je voorbij loopt, dat heeft een geschiedenis. En dat zal ik ook los moeten laten om dat op een andere plek weer op te bouwen. Maar ik heb daar een beetje aan mogen proeven, doordat ik eigenlijk in september afscheid genomen heb van de politiek in Peel en Maas. En in Nederweert ben begonnen als waarnemend wethouder voor 16 weken. En nou, daar ben ik nu 14 weken. En ik merk nu al dat ik dezelfde mensen voor de 5e keer tegenkom in een andere hoedanigheid. Dat ik steeds meer dingen kan plaatsen. Dus ook dat komt goed. En ik vind het ontzettend leuk om er naartoe te gaan. En me daar heel veel in verdiept. En op een gegeven moment was ik er ook van overtuigd van, nou, ik kan dit loslaten om op een andere plek weer wat op te bouwen. Maar je weet nooit wanneer je weer eens terugkomt. Mijn hart ligt toch ook gewoon nog steeds een stukje hier.